Ik ben Henk Knol, ben voorzitter van de bewonersorganisatie Monnikhof in Vianen. Ik ben het meest trots op de vakantiedoedagen en dat is omdat dat heel veel voldoening geeft ook. En heel veel plezier geeft aan zo'n 150 kinderen, 3 dagen lang. En als je dat ziet, hoe die zich vermaken en hoe dat hier gaat, ja, dat vind ik fantastisch. Dat geeft gewoon energie voor een heel jaar. Ik doe dit omdat ik vind dat je in een mooie wijk woont, die ook mooi moet houden. En ik vind ook dat de burger daar ook wel wat in kan participeren. Niet alles over de heg gooien en zeggen van dat moet de gemeente maar doen. Als we dat allemaal aan de gemeente moeten overlaten, komt er niks van terecht. Ik ben Hilda Boon, Sluis, en ik ben de initiatiefnemer van de Single Buurtuin. Het was een wilde bende qua brandnetels, hoog gras. En ik dacht, nou, wat kunnen we doen? En ik heb prachtige planten aangelegd. We hebben een klein groentetuintje. Ja, er groeit van alles. Ook voor de bijen en de vlinders is er nu meer mogelijkheden. En de hele buurt geniet er meer van. Het is een prachtig gezicht in plaats van gras. De buurman ook, die snoeit af en toe eens wat en we schoffelen wat. Het is gewoon fijn ook om bezig te zijn. En ja, het is echt een sociaal project. De oost is ook mega, want zoals je ziet zijn er alweer lekkere kleine snackenkommetjes rijp. Nou, en die gaan we dan weer uitdelen in de buurt. Deze kan ook wel. Mijn naam is Gerard Vrijdag en ik ben van de organisatie De Hagen. En wij organiseren kinderbingo's. En 6 keer in een jaar proberen we een markt te draaien. Oh, 73. Een kinderbingo is hartstikke gezellig. Want we krijgen een heleboel kinderen uit de wijk. En die vinden het zo leuk, want ze brengen de vriendinnen mee. En het wordt steeds groter. En het is eigenlijk voor de wijk gericht om ze bij elkaar te krijgen. Nou, de gezichtjes van de kinderen onder het bingo. Als ze al binnenkomen, zeg maar, gaan ze naar de prijzen kijken. Dit wil ik, dat wil ik, zus wil ik. En als ze dan een prijs hebben, die ogen, die tintelingen. En dan, als je dan in de zaal kijkt, van je kan precies zien wie het wou hebben. Dan ze dan heel bedroefd zitten te kijken. Maar ze gaan bijna allemaal met de prijs naar huis. Thank you.